De commissie Biotechnologie en Bioveiligheid voor Voedselzekerheid en Voedselveiligheid is gisteren door minister Suresh Algu van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij geïnstalleerd. De commissie bestaat uit 7 leden en is onder leiding van Jerry Chuawi. Hun taak is het formuleren van het beleid ten einde voedselzekerheid en voedselveiligheid te garanderen. Het is belangrijk dat het ministerie van LVV een specifiek beleid ontwikkelt betreffende biotechnologie en veiligheid in relatie tot voedselzekerheid en voedselveiligheid. Het beleid moet verder gericht zijn op diversificatie binnen de agrarische sector. Om dit beleid te kunnen realiseren dient er een gezonde basis gelegd te worden voor de verbetering van de agrarische sector.